Piotr 28-22 winst, betekent dat dat je met een goed gevoel richting competitie gaat? Nee, nog niet. Kijk, op dit moment voor mij resultaat is minder belangrijk. Ik kijk naar vertoonde spel en daar ben ik absoluut niet tevreden. Vandaag was heel slecht gespeeld en analyserend de laatste 5 weken voorbereiding spelen we te wisselvallig. Tegen goede ploegen kunnen we goed spelen, tegen minder goede ploegen kunnen we niet opbrengen die concentratie die we moeten hebben. Dus vandaag was ook een heel slordig en veel te langzaam gespeeld. Hoewel bijvoorbeeld gaat ik bij een Neerpelt, een triootje tegen Hurjup, Neerpelt en ANO. Waar het spel veel anders en veel beter was. Dus die ploeg is nog in de fase van opleiding, sterke opleiding, waar wij echt heel wisselvallig spelen. Ja, ik wil net te zeggen, is dat niet eigen aan de jonge kerels waar dat je mee werkt? Ja, dat klopt. Kijk, ik wist wat mij te wachten staat hier en die jongens weten dat ook. We hebben in het begin van onze samenwerking afgesproken, jongens, dat wordt een zware jaar, dat wordt opleidingsjaar. We hebben 3 jaren tijd gekregen om hier iets van te maken. En dan na 5 weken is het moeilijk zeggen waar we staan, hoe we spelen. Ik heb vermoeden dat het een heel moeilijk jaar wordt. Maar oké, dat hebben we met z'n allen voor gekozen. Merksem heeft dat gedaan, ik en de spelersgroep. Dus ik denk dat dat alleen dit jaar vooral een leerproces wordt. Tot slot, en onder het motto dan van moeilijk kan ook, linkerkolom ambitie? Ik heb absoluut geen idee, moet ik eerlijk zeggen, wat mij te wachten staat qua niveau. Eerste nationale weet ik niet. Ik heb wat gehoord. Dat ploegen sterk zijn. Dus ik kan wat zeggen na eerste 5-6 wedstrijden wat ons te wachten staat.